Zeg Jacco, oftewel we zijn terug met, voor jou met een speciale Pauwpraat. Want ik ben namelijk extra, extra, extra moe. Dus als ik straks begin te mumbelen, weet je uh, hoe dat komt. Ik heb namelijk een gigantische jetlag. Ik kom net terug uit New York, vanochtend geland. Nu zit ik hier samen met Jacco Peek, Ron Vostermans. En dan gaan we Pauwpraat zoeken. Let's go. Wauw, ik ben, ja, ben... terug. Welkom, hey Ron is maar. terug. Hallo, Ron. Ja. ja. Af en toe zijn we Ron een maandje kwijt en dan is hij er gewoon weer. <laughs> Spannend hier. Ja. Op. In Eindhoven. Even Rieke hebben ja, wat Ron heeft gedaan afgelopen tijd. Ja. Wat denk je? Geen ene ja. kut. Ik geen ben nu al bang kit. voor die vraag. Hey, Ron, wat heb je afgelopen week meegemaakt? Ja, wat denk je? Niks. Ik kom niet buiten. Je moet naar buiten gaan om dingen mee te maken. Dus je hebt geen hoogtepunt van in vier Jawel. weken. Oh, oké. Okay. Dat zei ik niet. Okay. 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 Nou, kom maar door dan met je hoogtepunt. Metafoor Re Fantasio. <laughs> uh, Natuurlijk, ik kom niet buiten. Je dat kan ook niet. Ik heb inmiddels 50 uur in die game gezien. In een week tijd. <laughs> Hoeveel? 50. Vijftig uur in een week tijd. Oké, okay, nice. Ja. Lekker nou, Dank je wel. Je bent de enige persoon. Ik in een game gestoken. <laughs> meer, veel meer. Ja. Je bent de enige persoon die daarop zou beantwoorden met nice. Want uh, ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen: die event is niet helemaal goed. Maal er maar niet uit. Dankjewel. We, we niet. Ik is voel me een emotioneel sterk. Ja. Je ja. kan je toch lekker in Vlies afdoen in een mooi, mooi videogame. Nee, toch allemaal. ik wilde die game even aanhalen. Want die game is echt vet. En um, dit yep. is het jaar van de JRPG, guys. Dit is het. Ja? Want we Zitten hebben, we erin? Ja, we hebben Rebirth gehad. Maar mm -hmm. eerst kregen we Final... Of, of niet Final Fantasy. Dat is Final Fantasy Rebirth natuurlijk. En daarvoor hadden we Yakuza. Of eigenlijk Like a Dragon in Final Wealth. Fantastisch, geweldig. Fenomenaal. Nu zitten we opeens vuistdiep in Re Fantasio. Gruwelijk. Echt fucking gruwelijk. En over een paar weken, niet eens. Dragon Quest 3. 2D HD of HD 2D. Ja, leeft die ook zo? Ja. Hoe sick is dat? Het is een sick jaar voor je RPG's inderdaad. Het is een sick jaar voor GRPG. Ciao. Ik... Iedere keer als die metafoor voorbij kwam, dacht ik, ah, oké, okay, het is een nieuwe game van Atlas. Maar uh, pas toen die uitkwam, besefte ik hoe, uh, hoe erg die onder mensen leefde... en hoe goed die ook is, ofzo. Want uh, veel mensen zeggen dat het beter is dan persona. Ik weet niet wat jij ervan vindt, Ron. Daar ben ik het mee eens. Toegegeven, ik heb okay. niet veel met kinderen op een school, tieners, teenage angst, dat soort thema's. Uh, yeah. ik, ik, je kan dat wel leuk doen. Maar dan denk ik ja. Dan zegt hij ja, ik moet vandaag huiswerk maken. En ja. Okay. ja. Dan ik moet je dromen nog wel eens dat ik huiswerk moet maken en dat ik dat dan vergeet. Of dat ik een toets moet doen op school. Ja, dat had, dat had ik heel lang. Dat heeft te maken met, blijkbaar met uh, mensen die gespecialiseerd zijn in dromen. Die zeggen ja. dat dat te maken heeft met faalangst. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Maar ik heb absoluut geen faalangst. Tenminste, absoluut. Ik, ik heb niet dat ik weet. Nou, dat ik, het ja, ik, had, ik had dat ook wel eens. Dan was ik gewoon, werd ik gewoon banend in het zweet wakker omdat ik een toets niet had gehaald. Of dat ik het idee had: van... Oh, ik ga dit schooljaar niet redden. En wat ja, nu? dat ja. Ja, ja wauw. Ja. Oh, misschien heb ik slijmerende in de faalangst. Dat is interessant. Dat is interessant. Ja, dat, ja, dat dacht ik in ieder geval. Hoor, dat dat het was. Maar nou, ja, ik, heb, ik heb ook niet echt iets. Ik heb ook niet het geheel <laughs> aan. Je hebt niet iets. <laughs> Ik heb sowieso niet iets. Mijn, 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 mijn brein is op, de, op dit moment moesie. Smooth, je <laughs> um, bent smooth brained. Uh, maar ik heb niet het idee dat ik last heb van faalangst of zo. Maar ja. Yeah. Ah, mooi. I know. Anyway, dus in ieder geval. Dit is beter, ja. Qua setting is, ligt het mij veel meer. Maar je, dit is dus zo'n game waar je. je ik. Je moet een beetje zien als een Efteling-attractie. Dat heb ik oh, heel erg. Je ziet koffie over mijn hele shit heen. Oh, dit is de echte <laughs> Efteling-attractie. Let's <laughs> fucking go. Wat valt er die als eerste uit? Ja, niks. Oh, oké. Okay. Dit is gewoon Nee, niet jammer. Nee. Oh, oké. Okay. Ja. Heb je ook zo'n hele grote muismat? Uh, nou, ik heb dus zo'n hele grote muismat hier. Van, ja, uh, deze is een dikke meter. Maar ik heb. Deze keer jij misschien nog wel rond. Wat dan? Deze moet het. je ook gehad hebben. Oh Wat is ja, dat? ja, 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 ja. Is een, Hier spelen wij vroeger counter Strike op. Dit is gewoon een, pla, een glasplaat. <laughs> Waarom? Ja, dat is heel, uh, Dit zie je niet meer veel. Dit, uh, nee, gebruik maar je dit is die een... echt? Um, nee, nou, die ik van Apple. Dus... Of zakt dan nou dan fout? Nee, dit is. Uh, dit, wat, wat oh, is is core Pad. is is het. Oh, je kent maar echt, die, die ik had toen ik 14, 15 was. Dit is nog dezelfde. Want ik ging laatst, uh, ik ging laatst weer fanatiek gamen met dom, en dat soort zweeters. Dan moet je echt wel meedoen. Dus ik, deed, ik leg mijn corepadje weer. Neer. <laughs> Daar word ik beter van. En <laughs> ik was goed. Jij is ook. Had Was het? <laughs> was het op de PC? Ja, dus. Ja, ja anders op heb op je de PC. die niet nodig. Waar lekker nee, kan uh, twee aan het spelen. Oh, ja. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Goed, maar jij staat midden in je verhaal. Maar ik zat te zeggen, het is net een Efteling-attractie. In die zin, dat valt tevoren bij een Efteling-attractie. Kijk, zeg maar een snelterreinvaart, een soort verhaaltje, weet je wel. Dan kijk je zo van, oh, uh, weet ik veel, de bokkenrijders. Ik ken nee, ook die nee. verhalen niet, dus ik ben een neppe brabo. Maar... En dit is dat, zeg maar, de eerste tien minuten krijg je zeg maar de lore dump en dan denk je: zo, "Ah, oké, okay, ik snap het. Dit is een wereld die draait op fantasie of niet helemaal. En hij heeft een boek en het boek doet rare dingen en hij moet allemaal mensen. Oké, okay, let's go." En ik zat voor ik het wist dat ik er uur in. En dan ben je invested, weet je wel? Dan wil je het weten. En dan krijgt opeens die combat meer diepte en zo en ik ben ook een sukker voor wat JRPG's heel goed doen, is dat ze dan, dan krijg je een filmpje van een aanval, weet je wel? Een turn-based combat. En dan ja, ja, ja. af en toe en dan krijg je de super aanval. Dan krijg je een heel vet filmpje. En dan denk ik, oh, vet. En daarna krijg je de super, super aanval. dan denk je, oh, hype. En dan uiteindelijk krijg je de mega combo, uber aanval. En dan, dan heb je mij, hè. Dan ben ik om. Dus ik zit vuistdiep in metafoor Revantagio. Thematisch super sterk qua uh, worldbuilding schrijfwerk. Heel sterk. Ik blijf het schrijfwerk een beetje wollig vinden, weet je wel. Al? Als we het twintig minuten lang hebben over fast traveling en zo. Maar, ja. hé. Hey, het is een supergoed spel. Ik raad hem iedereen aan. Het is alleen de vraag van, hey, dadelijk komt Dragon Quest 3 uit. Die belooft insane goed te worden. En waarschijnlijk heb je nog geen Like a Dragon gespeeld. Rebirth wacht nog op je. Welke ga je spelen? Want ze duren allemaal tientallen uren. Weet ja, je? dat is mijn probleem, man. Ik heb Rebirth uitgespeeld, maar ik zit nog echt midden in Yakuza, uh, Like a Dragon. Like it, work in even En ik heb deze gedownload. En toen dacht ik, ja, hij is 80 uur. Ik kan ook in de tussentijd eerst Silent Hill 2 gaan spelen. Dus toen ben ik dat gaan doen. Dat is ook een goed idee. Ja. Yeah. Mm. Dat is een leuk misschien idee. Wel, misschien nog wel nou, een beter idee. Dat vind ik beter vind ik, idee. Beter idee. Nee, doe, Jawel, vind ik wel een Ja, nou is, toe nou is toen nou eens een keer normaal. Maar I don't weet. know zijn nee, wel... Ik ga toch geen JRPG zitten spelen? Zie ik eruit als een JRPG speler? <laughs> nee, een horrorspel remake. Ja, dat is leuk. Speel iets origineels. Er komt een horrorspel, Remake, uit. Nou, is het ja, okay. niet beter. Dat is toch vet? Jawel. wel. Ik heb me een laten influenceren, Simon. Ja, dat wij allemaal. Dat is zelden een goed idee. <laughs> ja. Maar was dat ook meteen je hoogtepunt, uh, Jacco? Zijn het heel twee? Uh, niet per se eigenlijk. Want oh. ja, ik vind oh. het nog wel één. Oeh, nou daar gaan we. Ja. Nou, heb je het nou, over oh. de High Rock zo gehad? Uh, nee, nog niet eigenlijk. Ja, dat zou wel, wel, dat is mijn hoogtepunt misschien wel. Je moet toch iets zeggen. Die ene sorry, foto. Ja, ja met die die als, zo moeilijk in de camera kijkt. Alsof ja, net, uh, ik ook net al zo van, uh, ik weet wel dat ik badass ben, bitch. Shut the fuck up. Gast, ik had dat wel moeilijk gezegd. Beetje, <laughs> ik werd een beetje bang voor die foto. Ik ken je altijd als een vrolijke, lieve jongen. En ik zag die foto en ik zei, holy shit. Als ik jou zo in de <laughs> straat tegenkom, dan zou ik zeker weten 33 meter omlopen. Nee, luister. Maar, ik, ik wat wel, een... wat, 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 vertel even. Ja, sorry. Ik wil niet door je heen praten. Vertel. Nee, ik, 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 ik was die week. Ik, ik was tijdens de High aan het vechten voor mijn leven. Mensen die het niet weten, het is een fitnessrace. Ik had eerder dit jaar had ik een dubbels gedaan. Dus dan mag je alle onderdelen verdelen. Je hebt acht onderdelen, een beetje kracht, een beetje cardio. En tussen elk onderdeel ren je acht keer één kilometer. Um, maar ik voelde me die dagen ervoor echt niet helemaal lekker. En het werd eigenlijk steeds minder de dag ervoor. En ik denk, oh shit, maar ik ga mooi niet thuis blijven. Toen dus heb ik me een beetje opgelapt en uh, pijn zullen zo in bed gaan liggen, thee. Um, toen ben ik gewoon gegaan de volgende dag, maar ik merkte dat ik niet helemaal 100% was. Uh, vooral mm. weinig kracht in mijn benen. En uh, je hebt verschillende mm. onderdelen. Eén onderdeel is dus dat je uh, het tweede onderdeel is dat je een slee naar de oog kwam duwen en dan weer terug en dat vier keer. Uh, had ik me ook al splitsquats? Op, ja, ja, uh, uh, walking lunches. Uh, ja, ja, meter, ja. Oei, ja, ja. Tachtig meter, dat is ook echt. Uh, dat is tien keer op en neer of zo. Ja, of van je stel, acht keer. Fuck uh, Ja, pff, het, het, was een, het was een parcours. Maar goed, ik had, ja, ik had dus mijn hele benen opgeblazen, helemaal verzuurd. En uh, dan moet je gaan rennen. En ik, ik liep echt als een eendjongen. Het sloeg helemaal nergens op. Dus ik moest, <laughs> daar, twee, ja, ik moest daar twee rondes van bijkopen. Ik was helemaal aan het zweten. En kut. als dit zo doorgaat, moet ik gewoon echt stoppen. Um, maar toen wel redelijk hersteld. En uh, sommige dingen gingen makkelijker dan de vorige keer. Uh, roeien en zo. Uh, um, dus. Uh ja, uiteindelijk wel tevreden. Maar het was zwaar. Het was wel echt... Ik was daarna helemaal leeg. Ik was op zo'n hek aan het hangen bij de finish. het was zo'n guy naast me aan het kotsen was in een prullenbak. En mijn moeder stond zo te filmen. Ja, goed gedaan. Ik zei, ja, ik, ik, kan die <laughs> ik ben echt Classic. helemaal kapot. Ik, ergens, ik heb tien minuten ergens op een stoel gezeten... voordat ik weer iets kon zeggen. Um, maar het was wel leuk. Het was wel vet. Dus, uh, ik ben ah, ja, helemaal kapot gaan maar wel leuk. Ik ben ja, trots. Dat meen ik echt. Dank je, dank je. Ik vind het echt uh, heel knap. Ja. Thanks. Maar nou, mooi. Ja. Nou, mijn hoogtepuntje. Ik was de uh, afgelopen dagen zat ik lekker in New York voor New York Comic Con. Sheet, Dat was lachen. vet man. Ja, die stond nog wel op de, op de, op de bucket list natuurlijk. Dus uh, toen de kans langskwam, zat ik eerst nog even te twijfelen. Want de, de agenda is druk. Maar ik had zoiets van, oké, okay, fuck it, let's go. Het kwam me precies wel goed uit. Zaterdag, zondag, maandag. En ik ben dus vanochtend teruggekomen. Dinsdagochtend precies te zijn. En eh uh, kom en kon het is wel een ding daar waar het ze hadden, we hadden 200.000 mensen waren er langs geweest de afgelopen vier dagen dat het was. En uh, de beurs zelf is gigantisch. Is niet te vergelijken met uh, de comic cons die we hier hebben in de, in de jaarbeurs of in de Rai of waar ze het ook doen. Yeah. De stands zijn larger than life. En er staan gewoon stands van Marvel, DC, uh, Cartoon Network. Al, uh, al die grote jongens die staan daar gewoon. En ook cosplay is echt next level. En uh, ik heb nog wel altijd een beetje twijfels bij die, bij die Amerikanen. Uh, of ze doen het voor de cloud, of ze doen het of, omdat ze het echt tof vinden. Ik, uh, soms uh, vrees ik het een beetje dat ze het voor de cloud doen. Omdat ze en gewoon, wie uh, bedoel je? De cosplayers of de acteurs? De, 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 de cosplayers. Die okay. doen, die, die, dit zijn pilste knappe mensen, pilste ja. afgetraind. Dat is een business, hè? Dus ik zou ook naar popcorn yeah. gaan als, dat, uh, als je influencer was. Ja, Cosplay. dat is inderdaad een business. Dus daar, maar het ziet er echt allemaal fantastisch uit. En je hebt natuurlijk al die panels. Iedereen is daar van Robert Downey Jr., Orlando Bloom en ik kwam James Gunn tegen op straat. Alles, uh, en iedereen loopt daar rond. En ik mocht uh, zitten bij het uh, panel van Hou je vast, Team Titans Go. <laughs> Jacco zei dit tegen mij. Ik zeg tegen Jacco. Wat? <laughs> wat is die tijd? <laughs> wat? Wat? Wat is het? Ik weet niet eens wat het is. Oh, het, is een, het is de langslopende animatieserie van uh, DC. En het gaat over Robin en zijn maatjes. En het is een tekenfilm voor, voor, voor de kids. Alleen uh, uh, de, de grappendichtheid is zo hoog en die worden eigenlijk alleen maar begrepen door de ouders. En um, ze gingen dus uh, de 400ste aflevering ging ze vieren. Die wordt uh, eind november wordt die uitgezonden en uh, ze lieten hem daar alvast zien. En het is een uh, normaliter, een animatieserie. Um, Zo'n moderne animatieserie met van die grote hoofden, kleine lichaampjes, je kent het wel. Alleen wat ze hiermee hebben gedaan, uh, ze hebben hem helemaal stop motion gemaakt met uh, klei-animatie. Oh. Die hele aflevering. En het is één een, een grote DC geschiedenisles. Met allemaal Superman uh, die, uh, um, die er een stokje uh, voor probeert te steken. Want hij wil namelijk de langslopende uh, uh, animatieserie zijn in het DC-universum. Dus die serie neemt zichzelf helemaal niet serieus. En uh, best wel op de hak. En het is juist... Ik zat daarna te kijken. En ik zei, oké, okay, hoezo is dit voor kids? Best wel harde grappen. En echt op tempo. Het ziet, het ziet Vooral de stopmotion zag er echt gruwelijk uit. En het was een één grote geschiedenisles van DC. Dus uh, het was, uh, dat was heel tof. En die DC en die, is van Batman en zo. En DC is uh, Batman, Superman, uh, dat soort dingen. Ja. Maar... Wat, maar waarom was jij daar dan? Ik bedoel, waarom wat kwam jij dat doen? Ja ik, ja, ik bedoel... Je zou normaal niet naar die aflevering kijken, neem ik aan. Nee. Dus wat doe je daar dan? dan? Nou, ik was uitgenodigd door Warner Brothers, want die hadden natuurlijk gezien dat wij uh, een, ik denk misschien wel het grootste games en entertainment kanaal van Europa hebben op TikTok. Oh nee, oké, okay. ja, oké, verder af. Dus uh, een videoetje daarop is wel die is zes ja. keer die trip waard, zeg maar. Ja. Um, uh, dus daarom. En ik had zoiets van, uh, ze kwamen ze vroegen dat van hey, wil je de, uh, willen jullie daarheen? Ik zei en toen van uh, voor de, voor een de videoetje op TikTok ik zei, ah, oké, okay, dan moet ik zelf... dan heb ik zoiets van... oké, okay, fuck it, let's go. Ja, terecht. Ja, Want, Want uh, uh, ja, wij, 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 wij zijn hier lekker aan het pauwen praten natuurlijk... en ik denk dat de gemiddelde leeftijd die hier naar luistert... is 35, misschien uh, 30, tussen 30 en 40, denk ik. Ja, houden we uh, dan mij boomers. En boomers. <laughs> en um, de TikTok is uh, jongeren. Dus precies die Cartoon Network doelgroep. Dus vandaar. Nee, oké, okay, makes sense. Nee, maar lijkt me zo interessant dat je daar dan zit en je denkt: wat, wie is dit? Maar dat heb jij niet waarschijnlijk. Je hebt er veel meer verstand van. Denk ik. Ja, ik. Uh, ik heb. Wie was op, die gast op straat? James Gunn, de regisseur Stond er van Justice League. James Gunn. G Guardi zeg je? Guardians, Guardians. of the Galaxy heeft hij gemaakt. Ah, ja. ja, Beast heeft die, hij die gemaakt. Namen, ja. Ja, ja. Hij is nu bezig met de nieuwe Superman. Oh, oké. Okay. De film? Ja. Oh, komt er een nieuwe? Ja, maar hij is ook die andere, weer... die is een teringachtige geflopt toch, of niet? Die man, niet Man of Steel, is dat Man of Steel? Jacko, jullie of jullie weten met uh, Henry Cavill bedoel je, ja. Man of Steel, yeah. ja, ja, maar die ja, is die niet, die niet heel hard echt... geflopt, toch? Nee, die ging nog best oké, okay. alleen dat hele oh, niet universem... okay. ja, hij wordt nu een beetje als de redder van DC gezien. Hij is nu het hoofd van uh, de nieuwe DC Universe, dus volgens mij komt in december Creature Commando's uit, dat is een soort van ja. Suicide Squad uh, tekenfilm en dat is de start van het nieuwe universum en dan, gaan, dan komen er allerlei films volgens mij komt daarna Superman en dat wordt dan één nieuw universum doe gewoon één full reset omdat dit ja dat vorige DC-universum dat is wel zo hard dat was er zo ja, ja precies met de, de, de laatste film die Aquaman dat is, Jezus, kon ik zo slecht, kon ik niet man. kijken man dat was niet te doen ja oei, oei, oei. Nee, ja. maar is wel, ja. weet je, de, de man heeft talent. Want als je ziet wat hij met uh, Guardians of the Galaxy heeft gedaan, was natuurlijk uh, was vet, was tof. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. En het was uh, sowieso een vriendelijke guy. Dat is ook belangrijk. Nice. Ja, je kwam gewoon tegen op straat. Ja, is, ik liep. Ik, 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 uh, uh, ik kwam uh, wanneer kwam ik aan? Ik kwam zaterdagmiddag kwam ik aan, dus ik ging uh, uh, zaterdagavond even een rondje lopen. En toen ik liep over straat en ik kijk naar links en ik zeg, hè, die ken ik. Ik kijk nog een keer. Ik denk, nou, het is weg. Dus ik denk, nou, ik vraag het toch even. En uh, toen wa was hij het. En toen uh, nam ik even snel een, uh, even een fotootje. Dat doe je dan toch als. als, uh, ja, als Stel je risico. Ik zou ja. toch bang zijn voor afwijzing. Dat, nog hij, dat, dat hij het niet is. Ja. Hij zei, ik moest nee, even. goed nee, kijken. Nee, nee, nee. Niet dat. Dat hij aflezen. is. Dus als je een foto wil doen, dan zegt nee. Tering. Maar dat is de afwezing. Ben je een klein kind? Hè? Zeg maar, ben je, ja. ben, je, ben je bereid om het te riskeren? Je friek. Ik maak kinderfilms. Schaar weg, joh. Gek. Nee, ja, ik, ik vraag dat gewoon netjes, of hij, of hij de regisseur is van Guardians of the Galaxy. Toen zei hij, ja, die heb ik gemaakt. Ik heb één held, dat is Luc Niels, En ik heb een ja. keer aan hem gevraagd waar de wc was, toen ik uh, journalist was voor RTL. Ja. En dat is, dat deed ik, ik hoefde helemaal niet naar de wc. Maar ik wilde gewoon iets hebben gevraagd aan mijn held. Is dat een voetballer? Ja, Luc Niels is een voetballer van PSV. Koud oh. linkerbeen. Geweldige speler. Uh, je kan een paar compilaties van hem opzoeken. Hij ja. heeft één goal met een hakje. Grijp veel doel. Loopt hij rechts langs? Ga ja, is geweldig. Ze ging de hele wereld over. En hij ah. weet waar de wc is. Sik. Ja, bij FC Groningen. Ja, top. Ja. Was wel ik een wat minder leuke aanleiding. Ik heb een keer in de rij gestaan met uh, Mark Webber voor een uh, Dixie. Mark Webber Dat is. Formule 1. Is ja, oud uh, Formule 1 coureur, ja. En toen wilde hij voordringen. Want ik was, toen een, <laughs> ik was toen voor Red Bull een show aan het regisseren in Engeland. Yeah. Uh, Goodwood Festival Speed. En toen waren uh, voor Red Bull racen toen nog uh, Mark Webber. En uh, hoe, heet die, hoe heet die Duitser ook alweer? Um, Michael Schumacher. Nee, nee, die, uh, die andere. Vettel. Ah, gelukkig. Oh, ik, ja. ik ging een hele andere Duitser En toen, uh, ik moest pissen, maar Mark Webber moest ook pissen. Dus moest iedereen aan de kant voor Mark Webber. Die had natuurlijk dus, racekak het racekakje, inderdaad. Ik ben weer terug, <laughs> mensen. Gefeliciteerd Ja. Yeah. Anyway, dat uh, was leuk. Uh, nieuwe comic-con, ik heb uh, ik heb van genoten. En uh, ik mocht maandag nog even lekker de toeristen uithangen. Dus ik ben de hele stad doorgezies. Uh, kennen jullie de serie um, Only Murders in the Building? Op Disney Plus draait hij nu? Met de ja, machine. Nee, oh, die ik. moet je kijken. Sowieso heel leuk. een goede murder mystery. En ik was even bij dat gebouw geweest uh, uh, waar die serie zich afspeelt. Cool. Ja, dat was leuk. Voor de rest, uh, nog weer keer terugkomen. Lekker weer tripje weer zo dan. Ja, dat was leuk. Dat was voor één een leuk panel. Turn. Echt voor één panel. Voor één panel. Ja. Dat is wel echt chill, man. Ja, echt sick. Want die game trips, die nu eigenlijk niet meer bestaan, wel een beetje terugkomen trouwens van gevoel. Ik weet niet helemaal. Maar... Nee, niet meer zoals het was. Maar zo was het vroeger ook, ja. Dan ging je gewoon voor één ding, ging je gewoon ergens naartoe. Ja. Maar dat ik is... had niet het gevoel dat wij even voor één panel gingen. Ik ben, een, ik ben een keer op Comic Con geweest. Ik ben een keer voor een fucking logo naar ook New York gevlogen. Was het vier logo. dagen in New York voor de een, voor een presentatie van een, voor een kwartier van het nieuwe TSQ-logo. <laughs> ja, oké, okay, dat is ook wel silly natuurlijk. Ja, dat soort shit gebeurde gewoon. Ja, is wel echt weg, dat wel. Ja. Okay. Anyway, ja. We, gaan, uh, we gaan terug naar de computerspelletjes. Uh, Jacco heeft een game gespeeld, daar mag je ook over praten, toch? Uh, ja, ik heb meerdere games oh, heb gespeeld. Welke heb je gespeeld? Mario. Mario, Mario. Ja, ja Mario dat Luigi bedoeld. Oh, heb jij die gespeeld? Ja, man. Heb jij, ben jij die aan het spelen, zeg maar? Uh, dat, dat kan ik niet officieel bevestigen, maar ik heb uh, het eerste deel van de game gespeeld. Ja, als preview. <laughs> Oké. <Okay. Ja. laughs> uh, hoe is die? Want ik ben daar echt mega benieuwd naar en ik hoor wat goede geluiden. Ja, nou sowieso, de co-developer van deze game is Acquire. En die kennen we hm. van de Octopad Traveler games. Hm. Uh, en. Ja, ik wilde zeggen dat zie je wel, maar eigenlijk zie je niet per se heel veel Signature-dingen daarvan terug. Uh, behalve okay. misschien wat details in het comment systeem. Het was natuurlijk even geleden sinds een nieuwe Mario Luigi. We hebben een hoop remasters gehad. Ze zijn bijna allemaal geremasterd, behalve volgens mij Partners in Time van de DS. En mm. um, ik vind het sick, man. Het, is, het, het voelt echt een beetje zoals de oude Mario Luigi-games, maar dan met een hele interessante structuur. De, het het, het, het speelt zich af op een boot. In het Nederlands heet de boot Zeiland. Het is een, vlie, een, een varend eiland. Uh, en wat je doet is je gaat eigenlijk door de zee varen. Je kiest bepaalde vaarroutes. Uh, en daar kom je eilanden tegen. En die eilanden die moet je connecten aan de boot. Want iedereen is uit elkaar gevallen of zo. Um, hm. En dat vind ik wel cool. Het zijn hele kleine bezoekjes aan eilanden waar je puzzeltjes oplost, waarin je vecht, waarin je gewoon levelt. Dus zeg maar de meta de, de meta, de gameplay en de hubwereld is de oceaan. Ja, het voelt echt een beetje als uh, The Wind Waker in dat geval. Want je, dat wilde ik zeggen. Ja, ja, het ziet er ook zo uit. Want Je, je, je zit op, die, op dat eiland, dat varende eiland en je ziet ook echt gewoon dat die vaart en je ziet in de verte je eilanden voorbij komen... en dan kun je jezelf afvuren daar naartoe. Dus de aankleding is super leuk. Ik vind ook de grafische stijl een stuk beter dan verwacht. Um, toen ik de trailer zag, dacht ik... ik weet niet of ik dit wel kan waarderen. Ze probeerden heel erg die Mario en Luigi 2D-stijl... over te zetten naar 3D. Um, ja, dat vond maar... ik juist wel cool gedaan eigenlijk. Ik vond dat nou juist een van de selling points. ik dacht van, oh, dat hebben ze ja. echt gewoon aangehouden. En ja, ik weet het niet. Het niet. Ik was niet meteen overtuigd, maar nu ik het speel, okay. vind ik het echt heel mooi. Echt een heel erg en, mooie cartooneske stijl, veel details, kleurrijk, dikke lijnen. Uh, en die gameplay, want. Die gameplay is niet ritmisch, maar het is in samenspel. Dus heel veel shit moet tegelijkertijd, omdat je natuurlijk Mario en Luigi hebt. Ja, precies. Ja, je, je bestuurt dus uh, Mario met A en Luigi met uh, B. Uh, dus elke knop, uh, je kan zeg maar afzonderlijk met ze springen, maar ook afzonderlijk met ze aanvallen. Dus dan heb je ook uh, X voor Mario en Y voor Luigi. Uh, en dat, okay. dat, dat is heel erg in de combat. Dus uh, je hebt uh, een standaard jump-aanval. Dus je springt op, op de hoofd van de vijand. En dan moet je timen, net zoals eigenlijk in Super Mario RPG of uh, soms uh, Paper Mario. Uh, moet ja. je nog een keer op A drukken. En nou, als dat lukt, dan bounce Mario eraf kan Luigi hem nog een keer afvuren. Dus dan druk je op B, de Luigi-knop, en dan druk je nog een keer op A. En zo kun je een soort van combo's opbouwen. En dat kun je met de hamer doen. Dat kun je met een, op een gegeven moment ook met een soort van uh, shell doen. Um, dus zo zit dat een beetje in elkaar. En tegelijkertijd kun je ook verdedigen. Dus je kan uh, over aanvallen heen springen en, over, uh, en dingen terugslaan met je hamer. En aan het begin dacht ik, oké, okay, dit is vrij simpel... Maar ik ben nu op het punt dat ik denk, oh, het is wel, um, je moet wel echt goed blijven opletten. Zeker bij eindbazen. De eerste eindbaas heb ik gehad. En um, ja, die is best wel best wel goed vormgeven. Echt een uitstekende eerste eindbaas. Met wat standaard dingetjes die je hebt geleerd. Um, maar toch ook wat uitdaging van oké, okay, je moet uh, met beide blijven springen om over zijn aanvallen heen te duiken. Je moet goed kijken naar het ritme. Uh, dat wisselt hij ook een beetje af. Dus. Het is wat dat betreft wel echt een volwaardige Mario Luigi-game. En een uh, Klinkt volwaardige Klinkt fucking shit. Ja, man. Ja, ik, het, het enige... Sorry. Nee, nee. Vertel, alsjeblieft. Nou, het enige waar ik bang voor ben... Ik heb, ik heb dus nog maar een klein stukje gespeeld. De game voelt best wel groot. Um, maar de eilanden die je bezoekt, die zijn tot nu toe uh, redelijk compact. Het voelt niet alsof je hele grote werelden ingaat. Ze worden misschien langzaam ietsje groter. Maar dat, dat vind ik nog lastig te zeggen. Dus... Maar zorgt dat het er niet juist voor alle Mario Galaxy... dat je zeg maar bam, 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 bam... steeds puzzeltje, 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 puzzeltje... platform, platform, platform. Omdat het dance is, yeah. is ook bijna bullshit. Ja, yeah, true. Zeker. Ja. En er zitten genoeg geheimtjes in. En als je dan terugkeert... dan zijn er weer nieuwe paden die je kan gebruiken. En dan kun je echt weer nieuwe uh, uitrustingen zo vinden... die je sterker maken. Dus dat loont ook wel. Um, ik, vind, ik vind de structuur op zich best wel fijn. Uh, ik weet alleen niet of andere mensen erover gaan vallen... Uh, en je merkt wel dat uh, de laadtijden in deze game de tempo soms wel een beetje in de weg zitten. Dus als je in en uit een gevecht gaat, duurt dat even een paar seconden. En dan, ja. Ik zit, Jij bent Nintendo-fan, ik ben Nintendo-fan, zeg maar Nintendo is wel zeker altijd gemeen. Eerlijk is mijn favoriete uitgever. Bij jou ja. ook, neem ik aan, aangezien je ja. bonus level doet en zo. Waarschijnlijk. Ja. Is dit de beste staart? Ik denk dat ik dit de beste staart van een Nintendo console vind. Inclusief handhelds. En dan natuurlijk ook inderdaad de 3D's en de DS. Denk ik dat ik dit de beste eindline-up vind van een Nintendo console ooit? Ja, ik bedoel, ik heb nieuwe een... Zelda, nieuwe Mario en Luigi het laatste half jaar. Is ja. Best wel ziek. toch? Ik heb niet alles meer helder van de laatste jaren, maar. Uh, bijvoorbeeld een, een, een DS en een 3DS kregen nog heel veel ports. zeker 3DS kreeg nog heel veel van die remasters ook een Mario en Luigi vlak voor de yeah. Switch uitkwam en de yeah. Switch krijgt wel echt nieuwe titels Zelda Echoes of Wisdom yeah. Mario Luigi vorig jaar Mario Wonder um, yeah. ja Mario Wonder dat is wel waar dus nou ja ik denk het wel man het, ik... maar je hebt dus een, in een jaar type nieuwe Mario uh, een nieuwe Zelda dus een beetje ruim bereken twee ja yeah. En een Mario en Luigi. En naast alle shit die ze doen met online, die ik snap, dat is voor boomers, maar goed, dan nog. Ja. Yeah. Um, Als ik. Maar ik, vind, ik, ik vind, ben best wel onder de indruk. Ik vind ze hebben gewoon een, een zakje goed op orde daar. En dadelijk lanceert die nieuwe console met een uh, nieuwe Mario. DLSS erbij. Dat is ook weer een banger. Ja, man. Dat is hartstikke knap. Ja, ja. en er komt, er komt nog meer aan, want Mario Party is nu uit. Mario Party Jamboree. Um, en dat is gewoon de beste Mario Party die je op de Switch kan krijgen. En los van of, of, of wij dat vinden, gaat hij gewoon supergoed verkopen. Ik denk dat dat nee, de best verkopende game gaat worden voor de Switch dit najaar. Heb je die al oh, ge ja. gespeeld, die nieuwe Mario Party? Ja, ja ook heel goed. Het... Ja, uh... ja, ik hoor wisselende verhalen, maar dat maakt inderdaad niet echt uit. Ik maar... hoorde ook wisselende verhalen inderdaad. Althans, uh, ja. voornamelijk positief, maar ik heb ook wel wat negatieve geluiden gehoord. Ik ben zelf niet. Nou, middeling, middeling. Dat mensen zeggen van ja, het is wel oké. Okay, zeg maar. Ja, ja, kijk. Een terugkerend ding dat ik hoor, sorry, is dat niet alle meer. Maar dan hou je altijd bij Mario Party, maar dat die een bovengemiddeld veel minigames zeg maar, net niet die threshold halen van echt leuk. Ja. Ja, nou, kijk. Ik weet niet of het mij, waar is. Ik niet gespeeld. Nee, ik weet het ook niet. Kijk, geef mij één Mario Party en ik vind het leuk. Ik onthoud ook niet welke minigames er precies in zitten. Maar wat me wel uh, opvalt bij deze, is dat de balans wel heel goed is. Want je hebt de ene keer uh, heb je een, uh, een gimmick dat er alleen maar oude borden in zitten. De andere keer heb je een gimmick. Ook volgens mij de eerste op Switch dat er heel veel uh, bewegingsbesturing in zat. Hier. Vind ik de minigames. Um, ja, best wel best wel goed in balans. Af en toe moet je wel bewegen met je Joy-Con. Je hebt dan een, een, uh, mm. een golf minigame. Dat je dan zo'n balletje moet laten rollen. Je kan zo'n beetje, zo beetje schudden om hem door het zand te krijgen en zo. Um, en je hebt dan een soort van mini triatlon, Maar verder heb je ook gewoon af en toe op de knop drukken. Of een foto maken. En dan echt gewoon. Rekening houden met de hoek en zoomen, en dat je dan een foto na moet maken of dat je een biefstuk in twee moet snijden. Die is het fucking lijp, um, dus qua variatie en balans vind ik dat heel goed. En daarnaast, de nieuwe borden die um, zien er heel goed uit. Ik vind dat ze wel echt above en beyond zijn gegaan met de nieuwe spelborden. Dus, oké, okay. de aankleding vind ik heel goed. Het is ja, me. je moet jezelf afvragen of je het waard vindt of je al een Mario Party hebt of je deze wil spelen. Maar ja, maakt. Dan nog telt, telt die ook mee als bijdrage in die geweldige start van die console. Ja, yeah, sowieso. Vergeet niet dat de 3DS, hè, die is echt al tien jaar meegegaan of zo. En na de 3DS zijn Nintendo, hey, we gaan gewoon die teams die we eerst wel hadden vroeger, hadden we teams die zaten op de handheld, zoals de 2DS, Game Boy Advance, 3DS, eh, eh, DS bedoel ik. En nu gaan we die teams, die zetten we gewoon op één console, de Switch, want dat is ook een handheld. Dus die werken samen met het team dat aan de GameCube, Nintendo 64 en aan de Wii werkt. En dat is, je merkt voor mijn gevoel echt, dat werpt echt zijn die tactiek heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Wat is ja. het acht jaar lang? We hebben zoveel goede Switch games gehad. En het waren er zoveel. En er waren echt jaren dat ik dacht, nou, valt er wel mee. Maar Dan zat er altijd weer een of andere zieke banger tussen. Ja, mee eens man. Ja, en ook best wel deep cuts of zo. Toch nog een Bayonetta 3. En, uh, ja. Ja, uh, wat heb ja, je er ja, nee, zeker. En ook uh, die games, ik heb ze zelf niet gespeeld, maar die RPG's waarvan ik altijd de naam krijg. Trilogie, Xenoblade Chronicles. Ja, ja, ja. Ja, man. Er zitten best wel pareltjes tussen. Ze hebben veel, ja. Vermeend. Ja. ja. Dus uh, nog niet klaar met de Switch. Ik ben heel benieuwd wanneer de tweede eindelijk wordt aangekondigd en komt. We zeggen het nu al zo lang, maar ik, ja, ik weet het niet meer. Ja, die komt toch gewoon in mei 2026. 25. Ja, dat denk ik ook. Joh. Met nieuw Mario erbij. Hartstikke idee. Ja, ik had eerst wel verwacht. Denken jullie nog dat hij dit jaar wordt aangekondigd? Er zijn wat uh, rumblings online. Dat er, uh, het is wel. Hebben jullie die tekeningen zien? Dat is ook een belachelijk verhaal. Hè? Iemand zei. Iemand zei... En dit is opgepikt door verschillende media. zei, ik heb hem gezien, maar ik kan hem niet zeggen hoe die. Ik kan geen plaatje laten zien. Beetje net als met de PlayStation 5 Pro. Alleen oh, deze persoon dat zei, hij een tekening heeft gemaakt. Ja, ja maar uh, ik heb uh, geen plaatje ervan, maar ik kan hem wel natekenen voor jullie. En het was dus, het ziet er bijna hetzelfde. Je weet het dus niet. Het ziet er echt <laughs> alsof, het, alsof het iemand dat achter papier papierveeltje heeft getekend. Het slaat er helemaal nergens op. Maar wat het is, het is, het is dus de dock ziet eruit zoals de Switch dock. Alleen één kant is schuin. Die loopt als een dak, zeg maar zo. Ja. En de andere kant is gewoon vlak. Ze is wat langer, wat groter, wat breder. En de Switch zelf ziet er precies hetzelfde uit eigenlijk. Want de, 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 je, je, je ziet wel twee plaatjes. Van het dock en van de Switch de achterkant. En als je hem uitklapt, is het zeg maar... Weet je, hoe bij de OLED-versie is dat gewoon zo'n grote, vlakke, uh, zwarte strip, zeg maar. Die ja. erachter klapt. Zo'n blok. En hier ja. is dat dan alleen de uitsnede van dat blok. Dus je zou hem er ook aan vast kunnen pakken, zeg maar. Uh, ah, ja je had ook die render laatst op ja. basis van uh, uh, uit uh, hardware fabriek volgens mij was het een soort ja. van uh, printplaat uh, met, met nieuwe codenaam ja dat waren, ja, ja, waren de productiecodes uh, uh, ja precies en die ja. konden ze linken in uh, de, da de data konden ze linken aan dat beeldje ja. ja en ja. Uh, maar ik denk dat dat mocht, ja. Dat. Het, het zag eruit als een switch, maar dan wat groter. Het scherm was wat groter. Um, de, de, het viel op dat er aan de boven- en onderkant een USB-poort zat. Waarschijnlijk. Ja, maar dat is wel het. handig, hè? Dat ja. ding is zo vaak leeg. En dan, dan zijn, zitten die rammers zit in te gamen en dan moet je hem opladen. En dan kan je hem niet neerzetten, want er zit de kabel aan de onderkant. Ja. Ah, oh, joh, dat is zo irritant. Ja, ik ben blij dat ze dat gaan doen. Naar twee kanten zo'n USB-C-poort. Ja, man, ik mis dat ook op de Steam Deck. Dat je hem niet en kan opladen en gewoon een controller in kan op en pluggen of zo tegelijkertijd, weet je, op een vliegtuig. Dat is ja, echt ja. super handig. Ja. ja, klopt. Uh, daarom heb ik altijd zo'n zo dongel mee, zodat je er midden ja, in tegelijk het. in in kan prikken. Ja, is ja, een USB-C-dongel. Ja, die heb ik. Ook. Ja. De, uh, trouwens, nog wel een leuk Steam Deck. niet zo veel, heel snel fiets ik die dan in. Uh, Velf heeft gezegd dus van nou ja, we, we gaan echt niet heel snel met een nieuwe Steam Deck komen. En dat is precies wat ik altijd zei van dat gaan ze niet doen. Want wat zij willen Sling. is gewoon, zij denken gewoon van ja, uh, luister, iedereen weet wat ze aan die Steam Deck hebben. Als we die specs gaan increasen, daar hebben ontwikkelaars helemaal niks aan. Als we ieder jaar met een nieuwe Steam Deck komen en dan, uh, een minimale boost in, 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 in prestaties, die gaan gewoon pas met een nieuwe Steam Deck kopen als, als dat echt uh, verschil is. Ik denk echt pas dat we over twee jaar een nieuwe Steam Deck zien. Maar zij ze dat vorige keer ook niet. En dan kwamen ze toen niet, gewoon een paar maanden later meteen met de OLED. Ja, maar de OLED vindt geen echte. Dat is geen hardware-upgrade in spec, zeg maar. De, een OLED draait ja. games niet beter. Alleen draait die ze uh, op een 90Hz scherm, langere batterij, OLED-scherm. Ja, die batterij is een upgrade. Die, ja. ja, maar de developers ontwikkelen hetzelfde voor een OLED als voor een. Ja. Ja, Steam, Steam Deck is ook nog prima, joh. Die draait alle games ja, gewoon. het is verteld, ik speel zoveel, dat is insane. Geweldig ding. Alleen maar Blatro. Ik eigenlijk. maar. <laughs> ik speel. Uh, maar je betaal of speel ik op Steam Deck. Ik heb, ik heb nou Blatro op elk mogelijk platform. Ik heb hem op mijn PS5, ik heb hem op de Steam Deck, ik heb hem op mijn smartphone staan. Overal <laughs> waar je de game op kan spelen, speel ik het nu op. <laughs> Hij werkt nog drie uur per week. Ja, dat <laughs> was maar waar. Gosh, <laughs> nee, maar ik bedoel als je, die shit is echt krek. Ja, dat is echt krek ja. Als maar je nog niet gespeeld hebt, echt. Oh, geweldig. Wat? Als ik wat niet heb gespeeld? Nee, ik zat tegen het publiek. Ik zeg, als je bladro niet gespeeld hebt... Echt... Oh, Bellatro. Ik ja. heb ook nog niet gespeeld. Ja, ja is echt een van de betere games van het jaar. Ja. I know, ja. Ik wil hem nog wel gaan spelen voor het einde van het jaar. Alles het maar is het heerlijk. Discussie. Maar, maar, maar jij, jij zit lekker veel in de trein. Dus op je, op je telefoontje zet zo'n heerlijk voor om in de, in de trein te spelen, man. Ja, joh. Ja. Oh. ja, ik zou het wel weten. Ik zou gewoon in de trein gaan zitten, zodat ik hem kon gaan spelen. Ja. Ik heb hem in het vliegtuig lekker zitten spelen. Heerlijk, man ja. hop, hop topgame daarvoor. Uh, yes. Een gamepje die ik ook uh, nu aan het spelen ben, vind ik zelf ook wel heel leuk. Die had ik nog niet gespeeld en dat is uh, A Plucky Squire. Oh, ja. Oh, yeah. die, game, die game is zo schattig man, dat is niet normaal. Echt, uh, nou ja, als je de traders hebt gezien, het is precies dat: het is een, uh, je loopt van links naar rechts door een prentenboek, af en toe krijg je een opdracht, moet je uh, uh, puzzels oplossen door uh, uh, bepaalde teksten uh, aan te vullen met woorden. Die woorden liggen dan uh, verstopt ergens in een boom, moet je een boom kapot hakken, valt er een woord uit, vul je die zin aan, dan gaat er een hek open. Alleen uh, uh, het grafische stijl is zo tof. Um, je, zit echt, je, je, je zit echt gewoon uh, 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 in zo'n prentenboek. Het is super mooi gemaakt. Een heerlijke game aan te spelen. Hij is uh, niet heel lang. Dus als je een uh, paar avondjes hebt, kan ik je deze wel van harte aan, aanbevelen. Het is een keer weer wat anders, maar wel echt heel erg leuk. Plakkie Squire. Super leuk ja. gemaakt. Maar ik heb bij deze game wel het gevoel dat we echt van dit hype-niveau gingen naar. Yeah. Oh, het is wel een leuke game. Toen die uitkwam. Ja. duurde heel lang voor die uitkwam. En hoe meer gameplay er ja. werd getoond, hoe meer mensen door van. Oh, het is. Gewoon een platformer. Nee, het is niet gewoon een platformer. Het is nog ineens een, een platformer. Het, het, het is een, een puzzelspelletje. Het, okay. het, is, het is wel echt een spelletje. En okay. je gaat er ook vrij snel doorheen. Alleen, uh, ja, ik was ook in het begin heel enthousiast door die, door die eerste trailer. Kon niet wachten, maar ik ben nog steeds enthousiast. Het is gewoon echt een, okay. een, 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 leuk, een leuk gamepie. Mooi. Dus, uh, wel een je. De Volver toch? Ja. Ja, ja dat is Cool man. Yep. Yep. <laughs> Die, je je, yep. je kikt Martins jetlag brain in. <laughs> ja. 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 <laughs> Martin ja. denkt: nee, dus... ik heb niks meer. Mag ik nog één game uh, pluggen? Want we hadden het er net heel veel over, Ron. Maar Martin grijpt niet in, dus ik doe het gewoon. Uh, ik heb Neva gespeeld. Uh, oh, natuurlijk, ja. Never. Never. Ik was uh, op uh, trip naar Barcelona voor de coverview van de nieuwe pu die nu ook uit is. Dus uh, extra reclame voor die. Uh, Ligt nu in de winkels en uh, Simon vroeg aan mij van, uh, denk je dat die game op de cover kan? Dus ik zo, nou ja, ik moet ik wel eerst even kijken wat ik uit die trip kan halen, zeg maar. Um, en toen ik terugkwam dacht ik, ja... Dit is wel een game voor de cover, want uh, Neva ziet er heel mooi uit, maar het verhaal daarachter is ook best wel vet. Het, het, het komt een beetje neer op dat de studio van deze game Nomada Studio zit in Barcelona. Um, deze game is gewoon gemaakt door kunstenaars, door artiesten. De, de regisseur was een, is een guy. Die ze hebben ook uh, Gris gemaakt. En uh, het, het verhaal ging een beetje dat ze de studio hebben opgericht toen ze uh, met z'n drie dronken in een bar... Uh, dingen op uh, viltjes aan het tekenen... of op zakdoeken. Toen hebben ze de studio opgericht. Uh, zijn ze een game gemaakt? Alleen die, die regisseur was gewoon een kunstleraar. Hij had nooit iets van een game gemaakt... of iets wat erop leek. En dat zie je aan Gries. Dat is heel erg een soort van interactief schilderij... maar het is meer een ervaring dan echt een game. Er zitten puzzels in, platformdingen en zo. Uh, en Neva... Is veel meer een game zoals je het zou verwachten. Het heeft best wel wat elementen van Hollow Knight en uh, Ori in the Blind Forest. Um, en alsnog vind ik het een hele mooie, kunstzinnige ervaring. Dus dat, dat doet er niet aan af of zo. Uh, het is een van mijn favoriete games van het jaar. Hoe het zeg maar de, de, de thema's in de the game behandelt op een hele subtiele manier. Er wordt niet in gesproken, er is bijna geen hut. Uh, de muziek is prachtig. Alle vijanden, kleuren, contrasten: dat heeft allemaal een, een betekenis. Uh, het is lekker kort. Soms ook best wel pittig. Ze doen heel veel interessante dingen oh. met, uh, met, met de gameplay. Bepaalde twists Ze blijven dingen opbouwen. Neva, de, de wolf, zeg maar, die wordt ook steeds ouder. Uh, dus daar komen uh, gameplay-elementen uh, bij. En aan het einde. Ah, oh, ze wordt steeds nee. ouder? Ze, nou, het, het is een puppy. En. Elk ja, dan voelen we hem allemaal aankomen. Hè. Niet, de, niet de hondje dood. Dan voelen we ja, hem append. allemaal aankomen. Hè. Ik zeg helemaal niks. Ik had het gevraagd aan die guy van. Oké, okay, ik ga het niet nee van dood maken toch? Toen zei ik kan. Ik ga niks zeggen man. Je gaat zelf de game <laughs> spelen. Maar dus dat zo'n scheidsfilms met met, met die, <laughs> je hebt ook die film met die golden retriever Marley and Me. je die? Oh, ik dacht ja, dat je Archie bedoelde. Is dat die basketbal? Nee, dat is Airbutt. Nee, je hebt, je hebt, ben je, die hond ziet er inderdaad zelf uit. Ook een Golden Retriever. En had, ja, nee, ik, had een keer een, ik had een keer ook de fout gemaakt. Om van een, ook van een game trip. Uh, volgens mij was het een keer een E3. Dan uh, ben je aan het einde van die trip ben je ook helemaal leeg. Ben je helemaal op. Emotioneel ook helemaal op. En dan ga je ook een film kijken dat er een, een puppy doodgaat. Dan ga je helemaal kapot in het vliegtuig. Ja, nee, ik zeg niet dat je dat. Specifiek in de nee. game gebeurt. Maar op nee, je hoeft, het niet te zeggen, je hoeft dat niet te zeggen. Je hoeft het niet, uh, zeggen. Het behandelt rouw onder andere net als Gris, maar ook een soort van gris. natuur. Gris, het is toch gris. Ja, ze zeiden ja. Gris daar zelf. Dus Wat? Ik weet het Echt? ook niet meer. Ja, Chris. ja zij, die gasten hebben dat gemaakt dus zij mogen het noemen zoals ze het, het weten, zijn. zijn Spanjaarden toch? Dus het moet iets van sens ja. maken, lijkt me. I don't know. Ik had het wel willen vragen, maar Gris. Yeah. Gris. Oh, uh, het is gewoon Gris. Het <laughs> zachte hey. It's Brabant. Gris. <laughs> <laughs> Graag. Shielders, slimbox. Maar het, ja, okay. deze game even wel geraakt man. Het was wel uh, een ja. goede timing ook, maar uh, pff, wel een van mijn favoriete games van het jaar. Echt ik raar. vond Christ Chris, Vond ik ook echt heel erg goed. Ja. Niet zeg maar insane, maar wel gewoon echt een goede game. Ja. Hm. Mag ja. ik ook nog een game even aanraken, Maar ik weet niet zeker. Oké. Okay. Ik uh, weet niet of jullie weten of ik die hier al over heb gehad, maar zo niet, ga ik helemaal gek want dit is echt. Dit is een game die. Oh, ik hou hier zoveel van. Het heet 1000x Resist. Ooh. 1000 times Resist. En ik moest hier aan denken, omdat jij ook. Uh, jij zei, kunstenaars. Mm -hmm. En dit is gemaakt door zeg maar, mensen die heel veel theaterervaring hebben. Maar dat, nee, maar luister, deze, deze fucking game. Vertelt een verhaal op een manier. De eerste drie uur weet je niet waarover het gaat. Maar het is mega intrigerend. Het gaat over vijf ogenschijnlijke mensen. Die de hele tijd over het verleden praten. En over geloof. Alsof er iets zieks is gebeurd. Echt schokkends. En vervolgens wordt de mechanic geïntroduceerd. Van hoe je door het verhaal gaat. Nou, nah, de gameplay jongen. Oh my god. Dat is zo'n extreem vette game. Ja. Volledig uniek. Echt de stijl is Awesome. Draait trouwens ook weer geweldig op de Steam Deck. Maar echt, 1000x Exorcists. Als je gewoon even zin hebt. In gewoon acht uur. Insane verhaal. Zeg maar, we hebben het hier over, zeg maar, near automata. Zeg maar, dat level aan insane ja, verhaal. Ik Holy it. fuck, jongen. Oh, man. In het begin, zeg maar, kom je erachter van, oh, je kunt dus terug in de tijd. En dat kun je dus instaan. Zo sta je in een kamer. En dan zeggen ze zo van, dan ligt er bijvoorbeeld een... Ah, ik, ik kan niet eens beginnen. Het is absurdistisch ook. Er staat zo'n teringgrote duif. En die duif is echt fucking groot. Die is groot als die komt met zijn hoofd tegen het dak. En die heeft er liggen allemaal lijken omheen en shit. En dan ga je dus terug naar, ja, misschien wel honderden jaren eerder. En dan kom je dus achter dat er gewoon een schoolklas was waar mensen allemaal duiven eten konden geven en zo. Gewoon een biologie-experiment. En ze, vragen, ze leggen niet uit wat er aan de hand is. Maar iedereen doet alsof het heel normaal is. En het is zo'n fucking zieke game. Echt, die raad ik het enorm aan als je van dat soort shit houdt. Ik hoorde het, man. Ik had deze aangeraald gekregen. Maar de gameplay, dat is meer een spoiler dan, want ik weet dus niet wat ik daarvan kan verwachten. Of is het meer adventure? Nee, het is een... Uh, er zit niet echt combat in of zo. Het is gewoon een rondloop en dan gebeurt de zieke shit game. Met af en toe uh, unieke mechanics. Maar het is, niet, het is geen Uncharted of zo. Zeg maar. Dat is het niet. Nee, ik zit okay. nu even die beelden te bekijken. Ik zie een, een robotmeisje door een gang rennen. Bizarre settings ook allemaal. Ja, het is. Uh... Ziet er wel lijp uit. Nee, het wordt echt het wordt zo sick. Ze weten ook dat het sick is. Dat ze ja, iedere ik... keer aan het einde van het chapter zitten: What the fuck was dit? Shit, ja, ik hm. moet hem ook als spelen. Op het moment wordt er iemand doodgemaakt? Nou, nah, echt waar. Dat is zo nodeloos overdreven hard. Dat je echt denkt: van... What the fuck is deze zieke game? Hé, hey, laat even cool. doorgaan naar een heel ander soort game. Dat is Call of Duty Black Ops 6. Die komt, als je dit aan het luisteren bent, op de donderdag morgen uit. Hoe is jullie hype level voor deze game? Ik heb er namelijk best wel weer zin in. Die, die ja, beta, die voelt... beta ja, gespeeld, sorry. die voelde goed. Ja, ja, ik heb zin precies. in die singleplayer ook, om daar even een weekend doorheen te rammen. Zombies ja. heb ik zin in. Multiplayer heb ik zin in. Ik heb in alles zin van deze Call of Duty. Ja, zombies boeit me echt niet. Maar de, de, uh, mij persoonlijk niet. Maar de, die game, ik kijk daar zo naar uit. Het is echt lang geleden ja. dat ik hype heb gehad voor Call of Duty. Ja, ik heb het en zalde. dit is echt weer de eerste dat ik gewoon echt denk, oké, okay, jou cooking. En ik ja. merk het ook in mijn omgeving een beetje. Want dat is, oh ja, dat, jij tweette dat, van dat je de hype niet voelde. Ja, nou, dat ik wilde, echt, daar wil ik het over ik hebben. Ik heb letterlijk het tegenovergestelde. Ik, ik denk, omdat ik zelf een beetje uit de loop ben dit jaar of zo... en ook omdat Modern Warfare 3 een beetje mijn spirit heeft gebroken vorig jaar... Dat ik gewoon ook zelf in mijn <laughs> algoritme of zo niet heel veel ervan zie. En toen had ik het, ja, voor mijn gevoel was, de, was, de, was er niet heel veel buzz omheen of zo. Maar als ik, ja, als ik inderdaad verder kijk en inderdaad die, volgens mij, die reveal is de meest bekeken Call of Duty-trailer. ooit. Call of Duty-trailer ooit. Ja, ja. ja, ja nee, ik nee, vind het interessant. Want ik had het gevoel dat Modern Warfare, die, die reboot, was echt wel weer een moment of zo. Van we hey, Call of Duty herpakt zich, nieuwe engine, nieuwe stijl, gratis maps, crossplay, alles. Nee. Ik, ik kan jou een voorbeeld... Ik snap wat jij gaat zeggen. Ik kan je een voorbeeld yeah. noemen van hoe ik weet dat deze weer hype heeft. Ik word wel eens gebeld over Call of Duty door NOS of de radio, NPO radio, weet je wel. Ja. Yeah. En dat is heel lang niet gebeurd. En dit jaar ben ik weer meermaals gevraagd over Call of Duty. Wauw. Uh, vanwege die rechtszaak. Maar ook dat... Hey. Uh, nieuws over dat hij in Game Pass zat, heeft ANP gehaald. En dan wordt het gewoon landelijk, wordt oh, gewoon veel overgenomen. En dan maakt het niet eens uit of die game goed of slecht wordt, weet je wel. Dan betekent yeah. het heeft gewoon even in de zaak, het heeft gewoon even die buzz. En dat is voor Call of Duty, dat is een van die games die dat kan doen. Weet je wel? FIFA is ja. ook zo'n game die dat ja. kan doen. Fortnite kan dat doen. En Call of Duty doet dat nu weer. En dat zegt mij, maar misschien jij weet dat beter, of jij weet dat ook, dat ik het dan zo zeg, uh, Martin. Van, ja. Ik heb het gevoel dat dit weer een beetje. Ja. Nou, ik, ik heb dat ook. Ik heb namelijk een vast uh, item op uh, Slam, uh, radiozender, over uh, tech en videogames. En uh, uh, de afspraak is eigenlijk, oké, okay, we, we checken even in als er wat is. En er zijn altijd een paar momenten per jaar dat we dat doen. Dus afgelopen weken uh, naar iPhone 16 was zo'n moment. Uh, IFC 25 was een moment. <coughs> en gisteren uh, zat ik in Central Park ook met ze te bellen, want Call of Duty Black Ops 6... Is ook zo'n moment. En ja. Dit wordt wel weer een van de grote releases uh, van dit jaar. Ik had hetzelfde met wat Jack had uh, met, uh, met de Modern Morphin vorig jaar. Ik was er gewoon een beetje klaar mee. Maar nu begint het echt wel weer te, te leven. Ik heb het gevoel dat iedereen die Beta ook wel tof vond. Ja, die viel ook in de smaak. Ja, heel goed. Dat, dat ja. daarom iedereen wel weer een, uh, uh, een beetje warm begint te lopen. Uh, de mensen die het echt veel spelen, ik volg dan Jurassic een beetje uh, wat hij dan aan het doen is, want hij speelt die game echt van binnen naar buiten. Nou, hij, en is maar, een hij is Call ja, of Duty-expert. Hij is echt een Call of Duty-expert. Nou, hij is ook pro geweest. En um, nou ja, ook hij is er positief over. En wij gaan ook, um, hij komt uh, vrijdag komt hij bij ons langs in de, in de studio. Gaan we uh, wat content met hem maken? Gaan we hem helemaal, ook helemaal, helemaal uithoren, want hij weet er echt alles van. Um, ja. Maar als hij enthousiast is, ja, dan word ik ook wel weer enthousiast. En ik, ik heb gewoon echt een zin om die game te gaan spelen. Juist, ik wil ook die, die single player gaan spelen, die, die, die golfoorlog, ja, die storyline. Ja. Ik leid. heb er nog nooit een niet gespeeld. Ik heb gewoon alle Call of Duty's altijd allemaal gespeeld. Nou, ik denk van vorig jaar heb ik bijvoorbeeld de single player heb ik helemaal niet gespeeld. Alleen de nee, multiplayer. Dat, dat begrijp ik. Ja, maar, was... maar, maar is misschien daarom niet de hype terug? Omdat we een tussenjaar hebben gehad. Want heel veel mensen hebben zoiets gehad van ja, die yeah. ga ik niet eens proberen. En wat natuurlijk ook echt een hele grote rol speelt, is dat die op Game Pass staat. Ja. Dat, dat gaat natuurlijk wel, die game gaat echt in veel gespeeld worden. Ik denk het, ja. ja. En er zijn. Ik vind het inhoudelijk niet eens een hele interessant akkoord, maar het, ik denk inderdaad dat de omstandigheden nu wel goed zijn. Vorig jaar met die single player. Jij ja, ja, zegt dat nou, hè? Maar de multiplayer. Ja. Als je hem speelt, heb je hebt er beter gespeeld, toch? Ja. Maar vond je niet die omnidirectional movement die nieuw is? Als je eenmaal leert wat je daarmee kan, ik zie dat niet meer uit Call of Duty verdwijnen. Misschien, nou, niet uit Black Ops. Laat ik het dan zo zeggen. Ja. Fair, ja, fair. Ik achteraf dus, gezien, denk ik dat het misschien een, een groter dat het groter werd gemaakt dan het is of zo. Maar het is een redelijk fundamentele verandering voor Had dat voor het nou situatie. ook doorgevoerd worden in Warzone. Ja, dat is de vraag. Daarom zei ik het vooral op Black Ops. Want dat is dus volgens iets mij wat wel. Ik niet begrijp dat hou ik me niet mee, mee bezig. Ik weet dus niet hoe die mechanics... Zeg maar, ja, volgens mij, uh, seizoen 1 is het is nu gelekt. Volgens mij staat hij op iets van 14 november gepland. En dan uh, moet de knop om van oké, okay, we krijgen ook Warzone content, uh, Black Ops 6 content in Warzone. En volgens mij gaan ze ook die Omni-movement toevoegen. Want voor wie het niet weet wat het doet, is. En het is echt, ik dacht, oh, dat is wijs zelf. Maar dat is dus niet zo. Je moet het echt nee. jezelf leren. Zeker als je of Duty gewend bent. Best wel pittig. Maar je kan dus in theorie à la max spain gewoon een kamer gewoon binnenduiken via de deur. En dan terwijl je het dus, zeg maar zo. Als een soort speer, als een... door de lucht vliegt. Kun je gewoon helemaal 360 graden om je heen kijken. En gewoon iedereen gewoon lekker uh, doodschieten. Dat is wel sick. Ik voelde me echt badass als ik dat eenmaal door had. En ja, lukte okay. me niet veel, maar toen het één keer lukte, dacht ik, Ja, yeah, Fuck yeah. Ron <laughs> Maar op welk platform ga je hem spelen? Uh, PC. Oh ja. Oh, maar ja dus zit, hij ook, zit hij ook bij de, bij, uh, op PC, uh, Game Pass? Ja. Ja, maakt voor mij niet heel veel uit. Maar ja. ik denk het wel, ja. Lijp ja, ja hij zit erbij. Ik speel hem to toch het liefst op PlayStation, denk ik. Want daar ben ik het gewend. Maar Xbox is ook ja. prima. Nee, ik heb, ik heb altijd een beetje. De, de meeste mensen zitten al, al altijd op PlayStation in mijn vriendengroep. Dus als ik dan samen met, met ze multiplayer wil gaan spelen, moet ik toch een PS5 koepje ergens naar uh, halen. Ik hier eh. Wel een van even de weinige games die ik met de controle speel, shooters. Ik speel deze wel met de ja. controle ja. Op de PC. Dat wel. Maar ja, tegenwoordig werkt dat allemaal anders. Hè? Je kunt gewoon. Uh... Met je controllogtje tegen uh, PlayStation en Xbox. Mensen spelen dat, uh, op de PC. En je hebt natuurlijk gewoon crossplay. Het enige wat je moet ja. doen is dan even in Discord duiken. In plaats van PlayStation Party. Als je met PlayStation vrienden wil spelen. Ja, is dat kan. zo? Ja, volgens mij wel. Proces, ja, Je hebt wel een in-game in party. Maar dat, ja. dat is echt crap. Je moet wel even... Ja, nee, nee, nee oké. Okay, ja, dat, dat is natuurlijk waar. Ja, ik maar die Discord integratie dan. is nou gewoon goed toch op PlayStation en Xbox. Dus, uh, ja, ja precies. Helemaal. Dat werkt nu gewoon niet meer. Ja, werkt ik is het. Het laatst achter dat ik gewoon die consoles niet meer gebruik eigenlijk. Dat is zo jammer. <laughs> Moet je ze verkopen. Ja, maar dat vind ik ook wel jammer. Wegdoen. Ik wil ze wel hebben, weet je wel. Ze ben ik er ook wel. Nou, je moet ze niet aan mijn vrouw geven, want die verkoopt op dit moment alles. We gaan bijna, we gaan bijna verhuizen. Ik, uh, volgende keer die kast helemaal leeg. Ik, ik, ja, maar ik moet de dingen vasthouden. voordat dingen uh, hier verkocht worden, jongen. Die kamer wordt steeds lekker dan wat er nou ja. praat voor. De. Nou ja, dan geef ik nog drie weken en deze kamer hier achter me is helemaal leeg. Maar ik moet, ja, dus ja. Nog, een, ik moet nog een nieuw studiotje gaan bouwen in, in dat andere huis. Dus, uh, weet je wat je gaat doen dan? Nou? Zeg maar hoe je het gaat uh, fixen. Nee, geen idee. Ja. Weet Ik je wel welke kamer, want het is nieuwbouw toch? Ja, ja, ik heb al wel een camera gekozen. Tekeningen zijn er, maar ik moet er nog in tekenen. Want ik moet ook. Ik heb een nieuw bureau nog. Dat soort was wel leuk, laatst kwamen hier de verhuizers kwamen langs. ze kwamen even kijken wat ze allemaal mee moeten nemen. Kunnen we allemaal check, 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 check. Die liep ook hier naar binnen. <telling van>, lul. <telling> we we, we zware met z'n tweeën. Eentje en een, een, een guy van, van Jacco's leeftijd, een jongeren, die, die, die volgt ons ook op de sociale media. Die, die, die van zo, oh, dus hier nemen we het allemaal op. Zo yup En daar was er een andere guy. Bij een boomer, zeg maar, die komt binnen. En ik heb hier, nou, ik denk of een stuk of zes smartphones liggen. Uh, op wel, dus uh, je staat er echt zo van. Wat doe jij dan? Ik zei ja drugsdealer. Hij zo <laughs> ah, oké. <okay. laughs> <laughs> <laughs> ja, maar uh, dat ja, je. die, uh, dit, dit moet allemaal leeg straks. joh Het is er staat een troep hier, jongen, niet normaal. Je ziet het nu op camera, maar als de camera een beetje draait, als een dozen en ellende. En moet vind je niet kut, man, verhuizen? Ja, voor jou is natuurlijk ook heugelijk, maar ik vond, ik haat verhuizen. Ja, ik, ik haat, haat verhuizen. Over. Oh, ik vind uh, verhuizen en boekhouden. Huh, ja, nou inderdaad, verhuizen en administratie vind ik. Huh, uh, maar daarom, voor het eerst dat ik dit nu met verhuizers ga samenwerken, die gaan kasten uit elkaar halen, die gaan kasten in elkaar zetten. Ja, dat is chill, moet je hebben. Ja, dat Ik heb kunstig. ook die TikTok Money nodig, dat ik gewoon verhuizers kan huren. TikTok Money. Niet dat ik wil verhuizen. Maar wat, jij, als jij, ik wil verhuizen. Jij hebt Omroep Brabant Body. Ja, ja, ja. Onder meer. Ja. ja. Onder meer. Uh, dus dat. Uh, Waar hadden we het over eigenlijk? <laughs> ik, heb, Black Ops ik ben de laatste die dat moet vragen. Uh, Black Ops 6. Kom, ja, niet. ik heb er zin in. We hebben er zin in, dus. Zin in ja, Black zeker. Ops ja. 6. Zeker. Nog één ding. Voor de luisteraar, vorig jaar hadden we natuurlijk al de campagne gespeeld. Want toen hadden we early access. Uh, ja. Maar dit jaar heeft Activision gewoon scheid. Dus we, we krijgen gewoon code op launch uh, aankomende vrijdag. En dan gaan ja. we dus beginnen met spelen. Dat dus ah, we, we heeft gaan... 100% te maken met vorig jaar. Dat, dat ik bedoel ik. Ja, dat heeft te maken met vorig jaar. Ja, vorig jaar zijn het. Ik Gefucking crushed onder negatieve reviews. <laughs> Volgens mij stond ik inmiddels een 50 of zo met de critic na een week. En ja. toen kwam die online uit dat hij er zoiets. Oh, maar die is wel goed. Die is wel goed, mensen. Nou, Precies. Het was de ja. damage al dan natuurlijk. En de reviews ja. boeien ook niet heel veel meer voor Call of Duty. Dus wij gaan. Uh, vrijdag gaan we live met Jeraski. We gaan een paar video's maken met wat, uh, met wat tips en details en zo. En dan vanaf volgende week. Uh, Gaat het review traject in eigenlijk. Doen ja. we nog tips? Want anders heb ik een tip die hieraan raakt. Ja, we hebben tips. Schaamteloze zelfpromotie. Okay. Maar niet rakend met... Voor ons Call of Duty tips. Dus ik denk niet dat de gemiddelde Call of Duty speler... ...dit medium leest. Maar ik, uh, ik, uh, ik mocht een tekst schrijven over Call of Duty... ...voor... ...NRC. Ik heb het gehoord. Ja. Dat is te cool. grappig. Ik vind die grappig. Ja. Zitten al die beste Sochtens aan de Haven bij ook? Nee, grapje. <laughs> Alleen, er zitten Call of Duty te lezen. Nee, maar dat is heel interessant. Want wat vertel je iemand die NRC leest over Call of Duty? Denk er maar eens over na. Die weten waarschijnlijk niet wat Call of Duty is, weet je wel? Een ja, segment. Ja, die die iedereen. Wel. Niet iedereen, niet iedereen. Niet iedereen. Daar moet je rekening mee houden, hè? brede doelgroep. Het is niet zoals bij Gamer. Maar goed, als je dus wilt zien uh, hoe, uh, hoe je een tekst uh, kunt, moet schrijven voor uh, de brede doelgroep over Call of Duty, waar je dus uit moet leggen hoe schietactie werkt. Uh, ik heb het geprobeerd. Die komt dus vrijdag. Staat in het NRC. Nice, leuk. Leuk. Ja. Leuk. Hm. Vond ik leuk. Nou, goede tip. Heb jij ook een tip, Jacob? Ik heb over mijn tip nagedacht. En we hebben het er al over gehad. Maar ik wil hem nog even hertippen. En oh. uh, het is uh, The Penguin op HBO. Want ja, aflevering die shit 4 is zo goed, jongen. Aflevering de 4 pingman? was fucking sick. Uh, ja, is ja, DC... is dus uh, van Batman. Ja, ja. Ja, ja, uit de uh, Batman afgelopen film hebben ze een spin-off serie gemaakt. Uh, op HBO. En uh, ik, vond, ik vond hem al goed. Het, het kijkt gewoon heel lekker weg en het is best wel volwassen. En heel erg uh, in de stijl ook van uh, die laatste film. Maar aflevering 4 is goed, man. Ik weet dat 5 al uit is. Ik heb hem nog niet gezien. Die er ook goed te zijn. Maar 4 gaat heel erg in op Arkham Hospital en uh, Sophia Falcone. Haar achtergrond een beetje. Um, en het is heel erg hard of zo. Soms ja. zat ik te kijken en dan heb je helemaal niet door dat het een DC-serie is of zo. En dat, uh, maar ook dat wat het... zij meemaakt, daar maak ik me wel zorgen om. Het lijkt me zo kut. Oh. Zij wordt, zij wordt opgenomen in een gekkenhuis, omdat ze, ze wordt bijgelapt door iemand. Ja. Uh, daardoor zit ze eigenlijk onterecht vast. Het lijkt me zo kut als je onterecht vast komt te zitten in een gevangenis. Het zou ja. zo makkelijk kunnen Ja. Gebeuren. Dan zeggen ze het ook wel eens over mensen die... Net doen na een moord, of als ze verhoord worden tijdens het na het plegen van een moord, dat ze zeg maar, die plead of insanity willen krijgen. Dus dat ze zeg maar, net of ze gestold zijn, maar dat hij eigenlijk beter naar de gevangenis kan in Amerika in Amerika. Omdat het daar de omstandigheden makkelijker zijn dan in zeg maar, het gekkenhuis, oneerbiedig gezegd. Ja. Uh, yeah. Dus dat je beter, dat wil, dat wil je niet. Dat is geen betere straf. ja zij ja. wordt er dus echt heel hard bij genijd. Poeh, geen uitzicht op niks eigenlijk. En dat wordt heel goed in beeld gebracht ook. In, oh, die, in die aflevering. Het is echt, maar dan weet je toch de clue al? Of is een, dat niet de clue van de serie? Nee. Dat vertelt zeg maar... De, de haar uh, character arc. Hoe ze is geworden. Hoe ze is. Dat legt ze uit in die, in die aflevering. En, mm -hmm. um, maar zij speelt dat fantastisch. En die sfeer in Arkham Asylum... wordt zo goed neergezet. En... Je, je of, hoort je tot, of is het Asylum? Asylum, Oké, oké, oké. En um, ja, je ziet het wel vaker voorbij komen in Batman films, Batman games, maar nu komt het echt tot leven. En ja, dat... je zit als kijker ook echt te kijken van, wow, het is echt kut daar. Het is ja, echt ze kut. Wordt, ze wordt aan het begin van de serie de Hangman genoemd en uh, ja, ze, ze, je ziet duidelijk aan haar dat er iets mis is, maar je weet niet waarom. En dat... Uh, dat doen ze in één aflevering opeens heel goed. En je vergeet bijna heel de Penguin eigenlijk. Want dan draait die serie opeens om haar. En dat vind ik echt wel heel cool. Ik ben nou. Die Joker. De Joker, die film. <laughs> ja, die heb ik nog niet gezien. Ik zien. ben aan deel 1 geweest. Ja. En ik dacht nou, dat vind ik een vette film. Deel 2. En ik had al wat gehoord. Ik wist er al wat van. Dus ik ja. ga erheen. Wat? Ja, ik... Wat de fuck was dat? <laughs> Sorry, ik wil niet schreeuwen, dan worden mensen weer boos. <coughs> Wat de fuck was dat? Die shit is fucking kut. Ik hoorde het. Ik had Hij een limited bij... hè, en ik heb nog steeds niet gezien. Hij komt blijkbaar ook heel snel naar streaming, omdat het gewoon een gigantisch flop is ook. Ja, ja volgens mij al. Volgende ik wil echt naar de helft. Wow. Ja, maar ik wilde echt weglopen. Ik wilde echt weglopen. Ik vond dat echt niet normaal. Hey, weet je, mag ik iets zeggen erover of moet ik gewoon niet doen? Uh... Het is gewoon een musical, toch? Is... Ik wil hem nee, ja, nog, nog wel zien. Ja, maar iedereen weet dat het een musical is, toch? Ja, maar wacht maar tot je bij het einde komt. Dan ah. zou je hopen dat het een musical was. Ja, ik ga hem toch jammer, wel kijken, man. denk ik. ik Lady Gaga zit erin, hè? Ja, ja is die fucking nilt die rol. Maar het is een... ja, en ze, weet je wat ze ook heel goed kan? Zingen? Oh, nee, ja tafelvoetballen. Weet ja, jij... Met open ogen. Weet jij... Weet je... nee, nee, vertel. Nou, ik heb dus ooit een keer een potje tafelvoetbal gespeeld met Lady Gaga. Wij hebben een video zes jaar die echt mega fan is van Lady Gaga. Martin heeft dit verhaal echt al tien keer aan haar verteld. Die wordt zelfs zij er gek van. Zij draagt Lady Gaga shirts en zelfs zij wordt er nu gek van. Vind ik erg grappig. Goed, jij, zei je net, uh, jij zei trouwens net Arkham Hospital, maar dat is Asylum, neem ik aan. Asylum, Omt... ja. en Volgens mij noemden ze het Arkham Hospital. Want, mm -hmm. ja. Oh, het is wel een verschil. Die ene wordt er opgeblazen in Dark Knight 3 of zo. En die andere, of Dark Knight 3, wat zeg ik nou? De Dark, Dark Knight. Night. Ja, maar dit is en... niet hetzelfde universum, hè? Wat? Dit nee, is, is weer Los Dit is al bij Batman. Ja, maar wel ja. een het anyway, Hoe hebben jullie de tijd voor in de, in Een van de voor twee. De asylum, de de asylum of hospital. Maar nee, oké. 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 Dus dat. Nou, goeie Oké. Jouw brein moest er even rebooten. <laughs> ik, had hem, ik zag hem. <laughs> Martin, jij bent nu aan de beurt met een tip. Ja, ik heb, ik heb meerdere. Uh, oh. Sowieso ook één serie tipje. Die heb ik ook gekeken in het vliegtuig. Ik heb veel gekeken in het vliegtuig. Uh, Slow Horses op Apple TV. Hele goede serie. Het is een Engelse serie. Het um, speelt Paardes. af in Londen over een paar rejects van de MI5. En um, ik, ik had hem al een tijdje op mijn wishlistje staan, op mijn kijklijstje. Maar ik had zoiets van: uh, bij Slow Horses. Ik dacht ook dat het een trage serie zou zijn waar heel veel in gepraat zou worden. Maar het is een, <laughs> het is een hele Zo vette. Ja, ik had, er niks. ja maar ik had dat gevoel erbij, ja. ik had wel eens trailer gezien, maar het is een hele snelle uh, actie uh, spinazietriller. Dus uh, dat is wel mm. tof, wordt heel goed ingeacteerd, vette settings ook, uh, dus uh, dat is een aanrader. En ik heb ook wat, uh, uh, wat hardware geprobeerd. Ik heb hier de Galaxy Ring van Samsung, ik laat het voor de luisteraars nu ook zien, die zit in een heel kijk case. En uh, oh. dit is uh, waar fabrikanten nu mee komen, dit is gewoon een ring, dat doe je om je vinger. En daar zit ja, dus een accu dit. in en drie sensoren. Het ziet eruit als een normale ring, maar het doet eigenlijk hetzelfde als je smartwatch. Het houdt dus al jouw vitale uh, 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 dingen in de gaten. Dus jouw hartslag, uh, de, de temperatuur van, uh, van je lichaam, uh, je slaapmetie. Ja. Dat geeft je allemaal netjes weer in, in, in je app. Kun je hem op je lul doen? Uh, als wat jij... zin, wacht, krijg je dat zien? Als je de vitale oh, omstandigheden van mijn lul. Wat, wat ik weet niet denk, ik, dat is. hij dat Hij past so, niet om de mijne, fuck. maar misschien wel om de jouwe. Jouw hartslag is insane! <laughs> wat ben jij aan het doen? Je, bent een, je hebt een marathon gerend. Ja, dat soort dingen kan je dus Klinkt allemaal bijhouden. En, um, ja. Dat ding kost 450 euro, maar het werkt wel goed. Dus als je geen uh, smartwatch om wilt doen, maar je wilt ongeveer hetzelfde doen, dan zou je zo'n ding kunnen overwegen. Het uh, ding van smartwatches is, die, uh, die uh, doe je vaak s'avonds aan de oplader. Deze gaat er de vier à vijf dagen mee. Dus, uh, oh, dat is wel een Want... Ja, en ik heb uh, wat mijn... Uh, dit ik vind ik wel heel fijn. Dit is de, de nieuwe iPad. Oh, de oh. iPad Mini 2024. Die was, uh, de laatste kwam uit in 2021. En dit is dus de nieuwe versie. Die Komt volgens mij... De 26e uit van oktober. Uh, ik heb hem afgelopen week mogen testen. En ik heb een iPad Air, een normale versie. Die is groot. Uh, je hebt natuurlijk mm. gewoon de, de smartphone. Dus ik had altijd met deze zoiets van: ja, weet je, deze is te klein eigenlijk voor, uh, voor een iPadje. het is weer te groot voor een smartphone. Waarom zou je dit uh, gebruiken? Maar dit is ideaal voor reizen. Dit is echt perfect. Het weegt geen fuck. Het is. Het is chill om in de vliegtuigen filmpje op te kijken, een beetje op te browsen. Uh, zelfs liggend op de bank pak ik dit er sneller bij dan mijn telefoon. En, um, het werkt nu ook met die Apple Pencil. En dit is um, ja, qua scherm en qua formaat is die hetzelfde als die uit 2021. Alleen er zit een nieuwe chip in, de A17 chip. En die is wel echt lekker snel. En hoe zijn die bezels? Ja, die zijn die anders? Zijn die kleiner? Nou, ja, die zijn hetzelfde ongeveer. Ja, want ik ben wel in de markt voor een nieuwe iPad. Ik heb dus heel lang gewacht op een iPad kopen, omdat ik dacht: de 2024-model komt eraan. En toen ja. was het ook nog die leap als echt lang. Er was echt al lang geen nieuwe ja. iPad geweest. En toen was die er eindelijk. En toen was het zo van: ja, oké, okay, ja, oké, okay, ja, voor de OLED moet je dan een Pro kopen. En, ja. uh, en toen dacht ik, ja, jezus. En toen zeiden mensen ook nog: hij is eigenlijk krachtig, te krachtig voor als je zeg maar, ja. alleen YouTube. Maar ja, ik wil graag OLED, maar ja, ik ga geen Pro kopen voor een YouTube machine, weet je wel. Ja. Ik zou deze aanraden, man. Ik heb ook die grote. Die pak ik er gewoon niet zo vaak bij, omdat die, wanneer je op de bank zit, is dat toch weer te groot. En zo voelt het alsof je een laptop pakt. En ja. dit is ideaal. En als ja. je een grote binnenzak hebt, steek ik hem nog in je binnenzak ook. En, Wat? Dat zit er niet in je binnenzak, joh. Dat is keek groot toch of niet? Nee, hoeveel inch is heel die? Groot. Oeh, dat durf ik even niet zo uit mijn hoofd te zeggen. Want ik ik uh, had vroeger een iPad mini, volgens mij de eerste of de tweede, en die was 7 inch. Maar besef even, deze telefoon is nu 6,9 inch. Ja, volgens mij is die 8,3, zoiets I'm Ja, oké, okay, ze is dus wel een stukje groter. Want ja. dat ik dacht, dan heb ik, heb ik daar twee telefoons, maar de ene is de telefoon en de andere. Ja, een iPad. Ik kijk zoveel YouTube, ik ben wel in de markt. Market. In de markt. Ja. Nou, ik zou mijn... uh, ga even naar de Apple Store en even proberen. Hoe duur is die? Hoe duur is die? Uh, hij begint bij 609 en komt die standaard met 128 gb, dus dat is wel oh, dat goed genoeg. Dat is goed ja. genoeg voor mij. Ja. Oh, maar dat is wel chill! Eigenlijk, maar wat is dan de USB vergeleken met die vorige 2021? Dat vraag ik maar. Uh, de USB is nu Of ja, USB. Uh, wat is beter? Ja, de, de chip, ik... die, 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 die vorige ja. draait op de A15 chip, deze op de A17, eigenlijk dezelfde als de uh, iPhone 15 Pro. Uh, het werkt nu met die Apple Pencil, dus als je notities wil maken kan dat ook. En um, nou, hij komt dus met uh, standaard meer GB's aan de binnenkant. Die, die hmm. vorige versie was met 64, deze met 128. Dus uh, dat is wel netjes. en um, ja, Je gaat er geen foto's mee maken, dat soort dingen. Maar nee, je, gaat er, dus... ga, je gaat er lekker op browsen, YouTube en dat soort dingen. En ja. je neemt het mee op prijs. Dus uh, dat is wel. Uh, als ik een iPadje aan mag raden, en je bent in de markt voor een iPad. Ja, daar ben ik. Zou, zou, ik uh, zou ik deze nu kiezen? Okay. In plaats van de Pro of van de Air die je nu hebt. Okay. Ik, heb die, cool, cool. Uh, ik had dus die Mini ook en die nam ik echt overal mee naartoe. Ook in de badkamer. Ja. En toen had ik hem ergens opgelegd op een randje of zo. Of nee, ik had hem in mijn handen. En toen schoof hij zo uit de hoes op de een of andere manier. die hoes was fucked. En toen wilde ik hem zo grijpen in de lucht. En toen sloeg ik hem zo met mijn platte hand... met het scherm naar beneden op de grond. Oeh. Door de wereld heen, omdat je zo sterk bent. Ja, gewoon de, de hele sloeg scherm kapot. in de molten core van de aarde. <laughs> ik ik, ik we hoefde we het niet eens meer je te, hard te hard kijken. <laughs> ja. En toen uh, viel het onder de verzekering blijkbaar. Dus toen heb ik een Oeh, grote aardappel Oh, ja. oké. Okay. Nice. Ik heb trouwens nog één een tip. Mag ik even uh, heel snel? <laughs> ja. Dat is een film. Ik heb de Substance gezien. Oh god. Oh, je, heb je, ik weet niet weer? of jullie er iets van weten. Ik ga er helemaal ja, niks nee. over zeggen. Ja. Die film is fucking crazy. Die is echt heel erg vet. Ja? Die, ik vond dat ja? echt een geweldige film. Ja, ja, ja. Niet voor mensen die. Uh, er zit een beetje body horror in. Een beetje oh, body niet. horror, laat maar. <laughs> ja, maar ja, je gaat spoilen. Ja. Ik ga niet spoilen. Mensen lopen plots uit de, de bioscoopzaal. Oh. Nou, zo heftig vind ik het nou ook oh, weer okay. niet. Ik vind het veel heftiger en zo. Ja. Ja, ik denk dat het minder okay. heftig is dan iedere Saal film Oké. Okay. Okay. Nee, okay. Nee, dat het, nee. Het is zo absurdistisch dat ik niet zoiets heb van oh ja, wow, dit is echt heel erg heftig om Het is een kijken. beetje Human Centipede, toch? Op die manier moet je kijken. Minder ja, sawfilm. minder heftig. Het is oh. minder goor, zeg maar. Okay. Maar ja, er zit één scène in, die is heel heftig, maar die is niet zo heftig als mensen nu. De mensen weglopen uit de bioscoop vind ik wel een beetje... nou ja, Oké, okay, rustig maar. Saal voelt ik veel heftiger. En ik ben best wel een pussy met dat soort shit. Ik ga maar die is vet. vet. Ja, maar goed, heel vet. Uh, Gaan hem kijken. Zoek er niks over op. Gaan hem kijken. Ja, ze hadden, mij een, een ze hadden, een ze hadden mij een vrijkaart opgestuurd. Voor de Substance. Oh. Ja. Voor de Substance specifiek gewoon? Ja, ik weet niet ook niet waarom. Ook echt een eentje. Die <laughs> ga ja, je eentje. De <laughs> ja, <substance. laughs> ja. <laughs> Oké, okay, thanks. <laughs> Kun je één kind sturen? Zat zet je in de taxi. <laughs> Komt hij terug, lijkt bleek. Weet niet wat hij gezien heeft. <laughs> Goed, we zijn er. Ik wil jullie nou, weer bedanken voor deze week, uh, boys. En uh, veel plezier met Call of Duty uh, Black Ops 6. Ciao. Vond je dit nou een fijne podcast? Uh, vergeet je niet ergens <laughs> waar het kan een recensie achter te laten. worden beter gevonden voor mensen die ons nog niet kennen en dat vinden fijn. we fijn. We hebben 6000 miljoen luisteraars. Die, uh, de poes heeft er geen zin in uh, rond. Nee, zo ondankbaar. Zo ja, ondankbaar. betalen alles, poes, hè? Echt Vannacht waar? ging hij op mijn gezicht zitten met zijn anus. Ik ah, zeg, God, wat ben ontvallig. je nou aan het doen? Het is vier uur s'nachts. Ja. Zegt hij, miauw. Ik zeg, ja, dat versta ik niet. Ja. Dat schiet niet op zo. Gewoon even de anus in je neus. Nee, ja, want dan kun je de toekomst zien als ze op je ogen gaan zitten. Echt hoor? Dat is heel handig. <laughs> ja. Goed, ik ga slapen. Ik wens jullie een uh, fijne avond. Doei. 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 Doei.